tussenkijkers van Fancy Gamer en eindelijk, sorry voor de lange tijd, weer terug bij een nieuwe aflevering van Survival Alone. Nou, ik heb een beetje erg slecht nieuws. Zoals jullie zien zitten we nu weer op een andere locatie. Ik heb eigenlijk geen idee of ik dit al heb verteld, maar we zijn voor de ik weet niet hoeveelste keer verhuisd. Nou, dit komt omdat, Seth Blok en ik en Cosme en Gamer met Nick, die dachten die Nausea King die te zien is in die Lucky Miner te kunnen vertrouwen. Nou, eens een keer in Skype zat ik bij hem en nog een vriend van hem zat ik in de groep. Nou, ik zei dat ik moest eten, maar op een gegeven moment kwam ik even terug om wat te halen. En toen zag ik dat we het over iets hadden. Ja, daardoor bleek dus dat, die Nausea King een verrader is. Nou, toen ik dat tegen hem zei, heeft hij me helemaal voor. Daar woon ik. En daar zo is een soort Stefke. En we rennen even lekker terug. Oh. Heb ik pijlen bij me? Damn it, ik heb mijn bocht niet bij me. Het staat gewoon een leuke creeper op de muur te lachen. Nou, te lachen niet, maar... Oké, dan gaan we naar mijn home. Oké, het is niet handig dat ik mijn dokje met allemaal dingetjes heb gelaten. Ah, het is warm. Ik heb het warm. Even kijken hoor. Even kijken. Sprak me. Ik zag dat er ook nog een creeper in het dorp was. Moet ik even snel doen. Instellingen. Zo. Zo, nou. Er zijn nog steeds van die dorpelingen die altijd op mijn huis binnenstormen. Of het ergste. Oh. Ze staan dikke niet allemaal voor de deur. Normaal stonden ze allemaal voor de deur. Oké. Je kan in de kamer. Nee. Even kijken hoor. Ik kan wel even gelijk een rondleiding geven. Dit is dus mijn smidhuis. En mijn kobbelsmelter, die had die Nausea King ook gesloopt, daar was ik echt boos over. Die heb ik hier weer gemaakt. Want ik echt bij mijn eigen huis, zodat er niemand anders bij kan komen. De lijn staat nu uit en ik heb... Ja, twee heb ik, maar daar heb ik weinig zin. We gaan nu tenminste naar mijn smidkamertje. Dat is gewoon echt eigenlijk ook tegelijkertijd de mijn. Mijn. Dat heb ik daar. Ik had gewoon een beetje, deze hele trap gemaakt met natuurlijk al obsidian en lava, dat duurde best lang. Maar het is wel een beetje een gaaf effect, toch? Dit is soms vervelend als je tussen die dingen terecht komt. Huh? Dat is soms gewoon wel vervelend. Even kijken. Huh? Ja, soms vraag ik me gewoon echt af hoe lang duurt het voordat ik er ben. I don't know. Oh. Soms blijf ik gewoon echt een beetje haken, want... wacht, volgens mij ben ik er bijna. Ik ben er! Oh. Hier moet ik echt oppassen. Ik heb hier even wat blokjes neergezet, zodat ik deze... Huppakee, niet naar voren kan duwen. Daar kan ik mijnen. Ik heb even geen idee hoe diep we zitten. We zitten diep tenminste, dat weet ik wel.
Moet even, We gaan even gold minen. Even kijken. Ik mijn gewoon wat in de wild weg rond. Lol. Dat was. Nou, ik heb geen zin om die gele top op te lopen. We nemen dit gewoon mee. Dus. Boom. Dan wachten we even. Even kijken. We nemen deze eerst even naar de kobbelsmelter. Kijk, daar gaat kool in. En hier gaat de kobbel in. Glas trouwens. Dat heb ik even nodig. Voor de ramen van die huizen. Ik heb ook toortjes nodig. Even kijken. Volgens mij ben ik qua toortjes behoorlijk arm. Ik laat trouwens ook nog iets zien dat ik laatst heb gemaakt. Wow. Even kijken. Heb ik hier dan? Nee, tralies. Tralies. Ik weet niet. Heb ik echt geen ramen? Nee, dus. Oké. Poortjes dan ook niet. Maai. Oké. Het is gewoon echt letterlijk. Oh. Die zit ons gewoon echt niet bij loopt. Zo druk is die gewoon. Dus net alsof er een soort van invasie is. Ik krijg de kant op. En dit zit als onze prullenbakken. Containers. Voor afval. Heel vaak de Q indrukken. Q. Ja, ik weet, je kan het ook in één keer doen. Dit doen we maar met deze. Even kijken, nog iets om te gooien. Deze. Die. Oh, het was al afval terecht om. Dus even later wat ik laat zien. Dat is. Hier, dat is de andere ene kant. En de andere kant. Daar wordt al het afval gedumpt. Botel. Nou, dit is toch gewoon even een uitlegaflevering. Hoe dan ook. Ik wil jullie echt bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Hoe dan ook. Like en abonneer mijn kanaal. En ja, zoals ik altijd zeg. Tot de volgende keer.